Dit is niemand. Nee, dat is fout gezegd. Het is wel iemand, maar iemand zonder identiteit. Dus iedereen noemt daar niemand. Dit is dus niemand en niemand wilt iemand worden. Je kunt natuurlijk niet zomaar een identiteit aanmaken, zoals iedereen wel weet, maar niemand heeft iets wat de meesten niet hebben, namelijk een tijdmachine. Ze heeft het geniale plan bedacht om in het verleden hulp te gaan zoeken van een aantal personen die haar gaan helpen haar ware identiteit te ontdekken. Hallo daar, vreemdeling. Wat doe je hier zo alleen? Maar jij bent toch ook alleen? Iedereen ging naar links, dus ik besloot om naar rechts te gaan. Want zo leef ik nu eenmaal. Ik vind dat je alles in twijfel moet trekken. Als mensen een bepaalde mening hebben, besluit ik om het tegenovergestelde te doen. Huh? Hoe bedoel je? Wel, het is niet dat als een hele groep mensen een bepaalde mening heeft, dat het dan ook de juiste is. Soms is het beter voor jezelf om te twijfelen wat andere mensen zeggen en ervoor te kiezen je eigen weg in te slaan. Ja, daarom ben ik hier. Ik wil iemand worden. Wel, dan is het nu het perfecte moment om te oefenen. Probeer het eens. Ik stel een vraag en jij gaat tegen mijn mening in. Oké, kom dan maar eerst even naar hier. Nee. Je moet tegen mijn mening ingaan. Oh, sorry. Ik had het verkeerd begrepen. We doen het eens opnieuw. Oké, goed. Kom dan maar eerst even naar hier. Nee, ik ga naar daar. Oké, je hebt het begrepen, denk ik. Niemand vervolgt zijn reis doorheen de tijd. Op een gegeven moment stopt ze in de 17e eeuw. Hallo, kunt u mij zeggen waar ik ben? Ja, natuurlijk. Je zit in de 17e eeuw. Ik ben Locke, John Locke. Ah ja, ik ken hem, die Engelse beroemde filosoof. Ah ja, dat ben ik inderdaad. Maar was het jij? Een appel of een ajuin? Huh? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Kijk, eigenlijk is het heel simpel. Ik deel mensen in twee categorieën. De ene zijn de appels en de andere de ajuinen. Ah, maar ik snap het nog steeds. Je bent ook geen slimme, hè? Kijk, wat gebeurt er als je een ajuin blijft spellen? Daar blijft niets van over. Inderdaad, wat gebeurt er als je dat niet zou verschillen? Daar blijft blokken niets van over. Inderdaad, daar heb je het. Sommige mensen die volgen alleen maar de andere zonder een eigen inbreng. Dat zijn de ajuinen. Andere mensen die volgen hun eigen visie, zo kun je ook een eigen identiteit. Wat is veel gelukkiger zijn, dat zijn de appels. Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb niet echt een persoonlijkheid. Maar wat wil je zijn? De appel natuurlijk, maar hoe kan ik dat doen? Wel, doe je eigen ding zonder het andere niet om te moeten zeggen. Ik denk dat ik het begin te snappen. Dat is het goed. Ik heb namelijk nog een hele interessante theorie. Kijk. Nee, misschien een andere keer. Ik snap het. Oké, je zult je eigen willetje dan krijgen, hè? Ja, bedankt. Oké, je weet waar ik zit als je me dan een keer nodig hebt. Ja, bye! Zo gaat niemand weer op weg naar de 20e eeuw, waar een heel andere sfeer heerst, waardoor ze begint te twijfelen of er wel een filosoof te vinden is op deze plaats. Ik zie een verloren ziel die je rondwaalt. Huh? Wie ben jij? Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Alain de Breton. Ik ben een filosoof. Oh, gelukkig. Ik was op zoek naar een filosoof, maar ik dacht dat er hier geen meer bestonden. Ik wil namelijk een identiteit. Filosofen zijn van alle tijden. Maar toevallig kan ik je wel helpen met je identiteit. Ik denk namelijk dat je identiteit wordt gevormd door statussymbolen en door andere mensen in je buurt. Dus u bedoelt door invloed van anderen? Precies. Uiteindelijk worden we gevormd door de manier waarop we omgaan met de theorieën en de meningen van andere mensen. En vandaar dat we ook zoveel van elkaar verschillen. Ah ja, ik denk dat ik het begin te snappen. Dus je moet je eigen weg volgen en rekening houden met anderen om zo een zelfbeeld te vormen. En zo krijg je een identiteit. Ah ja, ik begin het. Bedankt. Alain. Zo vertrekt niemand. Ah nee, nu is ze iemand. Terug naar huis om verder aan haar identiteit te werken.